ben Frederik Hubrecht. Ik heb een akkerbouwbedrijf in Veurne, in de polder aan de Vlaamse kust. Wij hebben vooral poldergrond, die heel variërend is. Veel zand of lichte plaatsen, zware plaatsen, heel variërend binnen het perceel. We hebben de bodem laten scannen met de Interra-scan voor de verschillende plaatsen in kaart te brengen om zo een taakkaart te kunnen toepassen of verschillende bewerkingen toe te passen. Dus er kwam een auto met een scanner op om de bodem om het perceel te scannen. Dan wordt een kaart gemaakt met de verschillende plaatsen bij het perceel. En op die manier wordt er dan een taakkaart gemaakt. Dus in de lichtere plaatsen gaan we verder plaatsen van elkaar. In de zwaardere plaatsen poten we dichter bij elkaar. Om vooral een betere gelijke opbrengst te krijgen of gelijke sortering te krijgen bij het veld. Ik vond van de bodemkaart dat het eigenlijk wel redelijk paste volgens dat ik mijn ervaring zijn binnen dat perceel. Ik vond wel dat dat redelijk klopte qua ligging. Zwaardere plaatsen, lichtere plaatsen. Ik ben van plan om naast het poten toch eventueel een kali-bemesting toe te passen via de scan. En in de toekomst misschien ook nog stikstof of zoiets proberen variabel toe te dienen. Maar stap voor stap, denk ik. Ik ben met een Interra-scan in aanraking gekomen via de Future Farming Club. Syngenta had mij daaruit uitgenodigd. En zo zijn we dan bij die Interra-scan terechtgekomen. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat van de Interra-scan voor het variabele poten en de variabele kalbemesting. Wat dat gaat geven naar opbrengst toe en zo. Dus ja, we gaan eruit leren, denk ik.